Hi, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe videoblog. Ik ben vandaag nog steeds in Leuven, in België. En vandaag wil ik jullie mijn top 10 aandelen delen. Ik heb meerdere aandelen. Ik tel niet precies hoeveel posities ik heb in diverse bedrijven. Maar ik heb zeker meer dan 30 posities. Ik denk zeker wel 40 posities. En in sommige posities zit ik maar erg klein. Sommige posities ben ik ook aan het afbouwen. Daar heb ik toch een beetje op verkeken. En dat kan gebeuren met dividend investeren. Soms maak je wat fouten, soms maak je verkeerde inschatting. Soms blijkt een bedrijf zich toch anders te ontwikkelen dan je dacht. Maar ik heb zeker een aantal, mijn top 10 is zeker heel stabiel. En daar blijf ik ook bij. Die zal ik eigenlijk te nimmer verkopen. En op nummer 1 heb ik het aandeel AGNC. Dat is een real estate investment trust. Dus dat betekent dat zij investeren in heel veel vastgoed. In allerlei diverse vastgoedmogelijkheden in Amerika. En je kan natuurlijk zelf onderzoeken welke dat zijn. Maar dit is een van de grootste real estate investment trusts. Ook een van de sterkste. En hebben een hoog dividend uitkeren. Ook maandelijks meen ik het dividend uit. En dat is een van mijn grootste posities. De tweede is Pfizer. Pfizer vind ik een topbedrijf. Ik diversificeer ook. En Pfizer is eentje in de farmaceutische hoek. Het is een groeiende sector. We worden allemaal ouder. We willen allemaal gezond blijven. Lang en gezond leven. En in deze hoek wordt ook veel onderzoek gedaan naar kanker. En dat vind ik wel heel mooi. Want kanker is een verschrikkelijke ziekte. En des te sneller we dat als ziekte hebben verdreven, des te beter. Weer een heel ander aandeel is Southern Company. Southern Company is een utility stock. Dus dat betekent dat ze voornamelijk in de elektriciteitsvoorziening zitten. Een beetje de Eneco in Amerika. En die markt is heel erg gereguleerd. Die zit heel erg vast. Er is heel erg weinig ruimte voor concurrentie. Dus dat is een heel sterk en stabiele sector om te investeren. Het is niet zo dat zij heel snel het dividend verhogen. Het is eigenlijk meer gewoon een goed aandeel dat goed dividend uitkeert. Maar je hoeft er niet heel veel groei in te verwachten. Maar alsnog vind ik het een van de grootste utility stocks. Top aandeel. De vierde positie die ik heb. New Residential Investment. En deze investeren ook weer in vastgoed. Net zoals AGNC. En het is ook een van mijn topposities. En het is ook weer een Real Estate Investment Trust. En voor mensen die niet weten wat dat is, een real estate investment trust is, zoals ik al zei, een vastgoedfonds die verplicht 90% van hun winst aan de aandeelhouders moeten uitkeren. Waarom dat precies zit, dat zou ik nog wel een keer uitleggen, maar tot nu toe is dit wat een real estate investment trust is in het kort. Andere topposities van mij zijn Johnson & Johnson, ja, wie kent het niet, eigenlijk een beetje de Unilever van Amerika. Ja, die zitten in zoveel sectoren, dat is bijna onbegrijpelijk waar ze niet in zitten. Maar kijk maar eens op je tandpasta, kijk maar eens op je shampoo, kijk maar eens op allerlei goederen worden gefabriceerd door Johnson & Johnson. Net zoals Procter & Gamble, hetzelfde verhaal. Ik weet niet precies waar ze allemaal in zitten, maar het zit maar in de non-consumer cyclical sector. En dan moet je nou denken aan dingen als huishoudelijke zaken, zoals schoonmaakmiddelen, tandpasta, shampoo, schoenpoets. Nou, ik kan het zo gek niet bedenken of ze zitten erin. Eén van de sterkste bedrijven wat die er zijn, Johnson & Johnson en Procter & Gamble. Verder heb ik ook nog een positie in Coca-Cola, ook een topbedrijf. Daar stop ik ook alleen maar weer aandelen bij. Weet je, wie kent niet Coca-Cola? Daar hoef ik eigenlijk niks meer over te vertellen. Gewoon een topbedrijf. Dat is er al zo lang. En ik zie Coca-Cola niet verdwijnen. Ondanks dat er wat mensen zijn die wat sceptisch zijn over Coca-Cola. Wat doet Coca-Cola daarmee? Die gaat er gewoon op in. En die zorgt ervoor dat er bijvoorbeeld een suikervrije versie kwam. Toen de kritiek kwam dat er te veel suiker in zit. Vind ik ook. Ik drink uitsluitend Cola Light al vanaf mijn 18e. Ik drink nooit gewone cola. Dus ja, ik vind het topbedrijf. Ik vind Coca-Cola erg lekker. Supergezond is het heus niet, maar je moet ook, elk mens kan daar gewoon gerust van genieten. Een hele andere sector waar ik ook in heb geïnvesteerd is de verzekeringssector, Old Republic.
En dat is ook een van mijn topposities. Het verzekeringsleven is heel belangrijk. Je moet Old Republic een beetje zien als de Aegon van de Verenigde Staten. En zoals je weet investeer ik voornamelijk in de Verenigde Staten voorlopig nog. Mijn doel is ook om in meerdere Europese landen te gaan investeren. Maar ik houd nog eerst even bij de Verenigde Staten. En Old Republic is gewoon een heel goed, stevig aandeel. En keren ook regelmatig extra dividend uit. Dus waardoor je ook weer... ja, meer dividend krijgt en dat je dat ook weer sneller kunt herinvesteren. Een andere toppositie voor mij is BP. Nou, wie kent BP niet? Als je gaat tanken, dan tank je vaak bij of BP of Texaco. En ja, BP is gewoon weer een oliebedrijf. Zit weer in de oliesector. Dus dan kun je zien dat ik in verschillende sectoren zit. En BP is ook een toppositie voor mij. En ja, geeft ook een goed dividend uit. Er zitten wel wat dingen aan waarvan ik nog twijfel of ik niet wat eruit moet halen. Het verschuift wat meer naar beneden, omdat ze nogal grote schuldenlast hebben. Maar eventjes voor nu is het een van mijn grootste posities. Verder zit ik nog in het bedrijf Kimberly-Clark. Evenals Procter & Gamble en Johnson & Johnson. Hele goede bedrijven, topbedrijven en ook weer zo'n soort Unilever-bedrijf. En die produceren van alles. Je kan niet schrik bedenken of Kimberly-Clark produceert. En ook weer... zakdoekjes, wc-rolhouders, best wel basisdingen waar altijd vraag naar is. En toiletpapier bijvoorbeeld. Nou, dat soort dingen, dat komt allemaal van dit soort bedrijven als Kimberly-Clark, Procter & Gamble vandaan. En dat zijn ook dingen die gewoon nodig blijven. Die verdwijnen niet zo snel, daar komt niet ineens een stop op vraag op wc-papier. Een van mijn meest risicovolle posities is E-Trax UBS. En E-Trax UBS is ook weer een Real Estate Investment Trust. Alleen deze geven, die zijn leverage. Dat betekent dat alle winst die ze maken, dat ze die verdubbelen. Ze lenen eigenlijk geld en daarmee maken ze hele hoge winsten. Maar het is wel leverage, dus dat betekent dat als ze niet zoveel winst maken, dat ze ook twee keer minder uitkeren. E-Trax UBS is voor mij een van mijn favorieten, juist omdat die spannend zijn, juist omdat er heel veel dividend uit voorkomt, een heel hoog dividendpercentage, veel risicovoller, de prijs die kan ook ontzettend schommelen. Trouwens, ticker symbool is MORL. En ja, ik vind het een hele leuke, omdat dit wat meer speculatief is, houdt het een beetje spannend, geeft veel dividendinkomsten en dat is, maar houdt het weer een beetje, ja, gepeperd. Want zoals bijvoorbeeld Kimberly-Clark, Pfizer, Johnson & Johnson, die geven een aardig dividend van 3-5%. Maar niet zoveel als zo'n E-Trax UBS. Door die leverage, door die hefboomwerking, krijg je dus heel veel dividend. Maar ja, je moet er ook van uitgaan dat die prijs enorm kan schommelen, hè, als er iets met de rente gebeurt. Het is gewoon voor mij een toppositie, maar ik weet dat het een risicovolle positie is. Het is voor mij wel een die mijn maandelijkse dividendinkomsten veel hoger maakt dan, zoals gezegd, die andere. Het probleem is alleen helaas dat in Nederland deze tijdelijk niet meer te koop is. Omdat ja, de EU heeft ervoor gezorgd dat je dat ETF's, het is eigenlijk een ETF, het is geen REIT, dat deze niet meer te koop is omdat ze vonden dat ETF's een omschrijving in het Nederlands moesten hebben. Ja, je vindt het zo gek niet, maar het is echt waar. En vandaar dat je deze ETF niet meer kunt kopen. De laatste toppositie die ik heb is in Ford. Ja, dan zit ik weer in de autosector. Ford. Ik weet niet zeker of dit ook weer een toppositie blijft. Ik ben van plan om daar wat meer af te gaan bouwen. Ford is wel ook een goede dividendbetaler. En ik zie dat ze goed bezig zijn voor de toekomst. Ook met elektrisch rijden. Maar ik vind het als dividendgroeistrategie... vind ik eigenlijk dat Ford niet meer helemaal in mijn top hoort. Ik vind dat ik ga het verschuiven naar een middenpositie. En ik ga het niet meer bijkopen. Hoewel ik heel erg tevreden ben over wat ik heb, is het niet meer gaat het in de toekomst niet meer mijn toppositie worden. Gaat het meer een middenpositie worden die ik aanhoud, dividendinkomsten binnenhaal en het daarbij laat. Ik zal daar niet te veel meer in gaan herinvesteren tenzij er een gigantische dip komt. Ja, en het bijna te aanlokkelijk is om het niet te doen. Maar voorlopig vind ik het wel even goed geweest. Maar het hoort nog steeds. Het is nog een van mijn grootste posities. Zoals gezegd, hele goede dividendbetaler. Ook gewoon een goed bedrijf. Hoewel ik dus zeg dat er wel wat zorgen zijn. Waar ik nu niet te ver op in zou gaan.
is niet een bedrijf waar ik van denk dat het in de toekomst zeker niet zal verdwijnen. Wordt zeker niet ingehaald door Tesla. Daar kan je van op aan. Dit bedrijf is zo enorm uitgebreid, is zo geavanceerd. Waar Tesla nog aan moet beginnen, zoals een hele productielijn opzet, dat heeft Ford en die hoeft alleen maar even die mechanische motor, de oliemotor te vervangen door de elektrische motor. En ja, ze kunnen de toekomst weer aan. Dus ik zie zeker in de toekomst een hele grote rol nog voor Ford. Maar zoals gezegd, ik vind de hele autosector, daar ben ik voorzichtig mee. Ik ben niet iemand die ziet dat de autosector nog groter kan worden dan die al is. Ik vermoed ook dat in de toekomst veel meer met drones gewerkt gaat worden. Nou, die kunnen ook door Ford gebouwd worden. Maar voorlopig is Ford een toppositie voor mij. Maar ga ik langzaam afschuiven naar een middenpositie. De laatste positie die ik wil bespreken is NLI Capital Management, tickersymbool NLI. En dit is ook een van de grootste real estate investment trusts. En ook een van mijn topposities. Ik meen dat dit niet een is die maandelijks uitkeert. Ik meen dat deze per kwartaal uitkeert. Ook wederom een goed dividend. Heeft een groot portfolio in vastgoed. En speelt ook in op de veranderende samenstelling van de winkelcentra in de Verenigde Staten. En zoals je al weet verandert het steeds meer. Een winkel is niet meer zozeer een magazijn waar je spullen komt kopen. Maar wordt steeds meer een plek waar je naast dat je dat soort dingen koopt, ook meer iets gaat doen wat je eigenlijk online niet kunt doen. Dus mensen contact maken, zoals koffie drinken, eten, samen koken, massage krijgen, nagels laten doen. Nou, je kan het zo gek niet bedenken of tegenwoordig zie je winkels openen waarin je dit soort dingen kan doen. He, je ziet ook winkels waarin je zelf je chocola kan maken. Nou, allemaal wat meer dingen om die leuk zijn om te doen die je niet zo snel thuis zult doen. NLI is een hele goede real estate investment trust. Ook een waarvan ik, als ik de balans zie, gewoon zie dat het goed zit. Keren een goed dividend uit. En zoals gezegd, een hele brede portfolio. Heel veel kapitaal in bezit. Ja, die zie ik niet zo snel failliet gaan. En ik zie hun ook het dividend wel blijven uitkeren. En als het zelf wordt het iets minder, is het ook geen ramp. Want het is nog steeds een ontzettend goed dividend wat ze uitkeren. En NLI is ook een van mijn topposities. Posities voor de toekomst zijn bijvoorbeeld Realty Income, tickersymbool O. Dat is ook een real estate investment trust. Daar ga ik meer en meer in investeren. Ik ga wat meer uit de positie Ford en ga ik wat meer in die positie. De top 10 zal er wat anders uitzien in de toekomst, maar dit zijn voorlopig mijn 10 favoriete aandelen. Mijn top 10 van hoogste posities die ik heb in mijn aandelenportfolio. Dat was het voor vandaag. Bedankt voor het kijken. Je kunt ze ook op Facebook volgen in de groep Dividend Investeerders. Daar posten we regelmatig interessante feiten. We delen daar de aankopen die we doen en de verkopen. En wanneer er bijvoorbeeld weer een dividend capture komt. Meld je aan en dan kun je ook in deze groep je ervaringen delen en vragen stellen. Nogmaals de groep Dividend Investeerders op Facebook. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.